Wat begon in de jaren 90 als obscure achterbuurtmuziek van Antillianen en Surinamers uit Rotterdam en Den Haag, is inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste muzikale exportproduct. Over de grens zijn ze er gek op. Ik heb het natuurlijk over bubbling, ofwel de kunst van het schudden met de billen. Om een of andere reden in Nederland is er een DJ geweest die heette DJ Mortje. En toen de tijd draaide iedereen met platen, LP's, en die hoor je op 33 toeren te draaien. Hij draaide die sneller op 45 toeren. En hij is het gaan versnellen, gaan remixen en van alles mee gaan doen. En die stijl is, en hier in Nederland is het bobbling genoemd. DJ's die toen de tijd op urban feesten draaiden, draaiden ook house. Bobbling is eigenlijk gemengd met die house en dat is een soort van een nieuwe stijl gaan ontstaan. En het klinkt vervolgens zo. Heel veel geld om. Ik weet, Chucky zit elke dag in Las Vegas, New York, Miami, Ibiza, Afrojack wint Grammys, Sydney Samson toe de wereld rond. Dus ja, het gaat goed. Kunnen we even samen bobbelen of niet? Ik ben DJ geworden zodat ik niet hoef te dansen en ik wel naar de club kan gaan. Dus ik kan niet dansen, sorry. Okay, dan moet ik het ergens anders zoeken. Ja. Succes. Dirty Dutch en bubbling is helemaal hot en dat is natuurlijk leuk en aardig, maar je moet wel even weten hoe het moet. Je knieën los en je heupen gaan heen en weer naar rechts, links. Yes. Voor, achter, ja. En blijf je knieën buigen. Ik heer niet van jou. Hey. Every man say if I come along. Coffee and sun, dan in het zon. Ziet echt voor mijn billen weggelegd, denk ik. Ruim 20.000 schoolkinderen zagen vanmiddag hoe Ajax zijn middelen moest erkennen in AZ. Het bekerduel in de Amsterdam Arena werd vorige maand gestaakt en de reden die kent u. Vandaag werd het duel opnieuw gespeeld, zonder hooligans. Tenminste, dat hoopte de organisatie. Duizenden mini-hooligans komen vandaag samen bij de wedstrijd Ajax AZ om die oude hooligans even te laten zien hoe het echt wordt. Als je die AZ-supporters ziet. In elkaar rammen. In elkaar rossen. Ik ga zo meteen ook weer het veld oprennen. En dan gaat Kennis meer ten onder. Ja? Gaat gewoon die keeper pakken van Ajax. Ja. Hey, en wat ga jij doen? Wat ga je doen in het stadion? Schreeuwen natuurlijk. Ja? Heel hard schreeuwen. Ah! Gaan jullie later bij de harde kern? Ja, misschien wel. Ja. En wat vind je van AZ? Nou, dat is helemaal niets. Helemaal niet. Helemaal niet! Wie is de lekkerste Ajax-speler? Nou, niet allemaal. Echt. Willen jullie later allemaal met een Ajax-speler trouwen? Ja. Waarom zou je dat willen? Nou, gewoon lekker rijden, aan dure spulletjes. Lekker shoppen. Nee, Soleimani heeft echt een hele dikke bak. Dat is wel chill. Wat vinden jullie van dat die doelman van AZ werd aangevallen door een Ajax-supporter? Nu mogen wij naar Ajax. Het is inderdaad wel goed hoor, want nu kunnen wij erheen. Gratis! Hooligan, hè? Ja, echt heel erg. Heb je ook je kilpastiers meegenomen? Ja. Ah, het is wel een beetje gezellig. Of wordt het echt oorlog? Ja, oorlog. Wat oorlog. Ja, ja. Knokken? Ja. Sleeps. Waarlijk. We blijven nog even bij de wedstrijd, want Ajax-fan in hart en nieren Frits Barend die kon vanmiddag fluiten naar een toegangsbewijs. Zijn kleinkind was namelijk niet op tijd aangemeld. En hij was niet de enige pechvogel, want ook de zoons van Ajax-coach Frank de Boer kregen nul op het rekest. Tot stomme verbazing overigens van Frits. Oh, AZ2-1 zeg. Wat voor een dikke nij toch? Dat kon ik al zeg. Je had erbij willen zitten, maar... Ja, ik had erbij willen zitten. Ik had me aangemeld als journalist. En Barbara heeft op donderdag normaal geen werk. Dus kun jij op Sepp passen? Ik zei nou eigenlijk niet, ik ga naar Ajax. Zeg ik, ach weet je wat, het is alleen maar voor kinderen, wat leuk, ik neem hem mee. Ja, ja. En al die mensen zijn heel vriendelijk, die stewards, gewoon wat leuk met je kleinzoon. En ik meld me om mijn kaart op te halen en die mevrouw zegt, zeer gedecideerd, nee, u mag geen kind meenemen. Dat was toch juist de bedoeling, dat de kinderen mee mochten? Het kind is niet aangemeld. Kwam je er niet in? Maar ook de kinderen van Frank en Ronald, Frank de Boer, mochten ook niet komen, die waren boven de 12.
Het noodlijdende CDA maakt zich op voor het partijcongres van aankomende zaterdag. Met een hardnekkig gebrek aan kiezers, visie en partijleider zal het aan gesprekstof in ieder geval niet ontbreken. Rutge toog naar de provincie voor een voorbeschouwing met een handjevol overgebleven christendemocraten. Om vooruit te blikken op het congres van aanstaande zaterdag zijn we afgereisd naar Hattem, waar zo dadelijk een lokale afdeling van het CDA bij elkaar komt. En natuurlijk is ook hier het gesprek van de dag de staat van het CDA. Nou, hier moet het allemaal gaan plaatsvinden. Dit is het zaaltje waar het allemaal gaat gebeuren. De grootste CDA-bijeenkomst. Ja. Ja, dat lijkt wel zo. Hè? Tenminste, een mooi zaaltje. Gezellig. Hoe is de opkomst, denkt u? Ik denk dat er een lid of 10 tot 15 zullen komen. Oh, dat is niet heel veel, hè? Dat is niet zo heel veel. Goeiedag. Goeiedag. U komt ook speciaal voor vandaag? Ik kom speciaal voor vandaag. Met uw vrouw, zie ik. Nou ja, dat had gekund, maar... Had u gewild? Ja, dat had ik wel gewild, ja. Oh ja? Ja. Maar, ja. Het is er nooit van gekomen? Nee, het is er niet van gekomen. Jammer, hè? Ik ben niet gehuwd, dus... Oh, u bent niet gehuwd? Ik ben niet gehuwd, nee. Nou ja, dat zou nog kunnen. Nee, die meneer is gehuwd, dus dan wordt het moeilijker. Ja, maar dat maakt niet uit. Mannen die gehuwd zijn, allemaal kapot. Zelfs bij het CDA. Ook dat kan. Dat hebben we weer gezien, hè? Ik heb jullie programma's wel eens gezien. En dat dacht ik, doe de knop op rood. Op rood? Ja. Uit. Van heel goed. Uit. Oh, uit. Ja. Heeft het nog zin? Het heeft altijd zin. Je kunt het ook opheffen. Ja, natuurlijk. Je kunt alles opheffen. Maar dingen die van principiële waarde zijn, die hef je niet zomaar op. Maar echt van heel veel waarde, hè? Dat hebben we niet gezien de afgelopen tijd. Principiële waarde. Ja, er zijn hier en daar worden er fouten gemaakt. Wie moet nou de leider worden, vindt u, bij het CDA? Nou, ik vind het heel moeilijk. Er worden grapjes over gemaakt. Vanmiddag hoorde ik van beste paard van stal. Dat is meneer Bleker. Ik vind Lisbeth Spies wel een goede kandidaat, maar... Lisbeth Spies? Ja. Jan-Kees de Jager, die zit elke avond op een neger. Ja, nou ja, dat is weer net als met Bleker. Ja. Ja, maar met Bleker heeft een vriendin van 26. Jan-Kees de Jager, die zit elke avond op een neger. Ja, ja. Of hij staat zo. Komt dit morgenavond op de tv? Of nee, vanavond. Vanavond nog. Weet u trouwens hoe die er in het weekend bij staat, Jan-Kees de Jager? Nee, zo. Dat heb ik niet gezien. Zo. Oh ja, ja. Nee. Je kan toch geen leider zijn? Nou, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk dat hij niet van een vrouw houdt. Dat vind ik jammer. Ja, waarom vindt u dat jammer? Ja, ik vind het jammer. Ja, ik denk zelf anders. Afwijking. Zo zou je het kunnen noemen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Echt christelijk heeft Bleker zich niet getoond de afgelopen tijd. Met Mauro ook. Nou, ik weet niet of dat met christelijkheid. Het heeft ook met regels te maken, waar we natuurlijk mee te maken hebben in Nederland. Maar ja, u zegt ik wil die C terug. En ja, tegelijkertijd zegt u ik ga de... Ik wil niet zeggen dat we alle Mauro's natuurlijk moeten laten in Nederland. Stal is ook een keer vol, hè? Stal is een keer vol, zo is dat, ja. Nu wordt er morgen een plan gepresenteerd. Er is al uitgelekt dat dat een wat linkse koers wordt. Ja, dat zou nog wel eens problemen kunnen opleveren met Geert Wilders. Ja, dat zal dan maar moeten. Maar ik vind het een goede zaak. Ik ken de inhoud uiteraard niet, maar ik vind het een goede zaak en ben in blijde verwachting van dit plan, eigenlijk. We moeten met onze eigen vrouw naar bed, we moeten onze eigen economie gaande houden. Sorry? We moeten onze eigen... Met onze eigen vrouw naar bed. Met onze eigen vrouw naar bed. Dat is wel belangrijk. We moeten... Ja, zeker is dat belangrijk. Maar legt u ze uit? Ja, nou... Op uw leeftijd? Een andere vrouw. Ja, wat dacht u van mij? U doet nog steeds met... Nou, ik ben er niet vies van. Oh, nee? Nee. U gaat nog elke avond... Nou, elke avond? Nee, dat is te veel gevraagd. Om de avond? Dat is te veel gevraagd. Laten we nu maar weer over wat anders beginnen. U begint erover. Ja. Nou, dan hou ik er ook over op. De G-spot. De 60-jarige zoektocht van de wetenschap waar hij nu eigenlijk zit, lijkt definitief op niets te zijn uitgelopen. Want, concluderen de geleerden vandaag, hij bestaat niet. Al is niet iedereen het daarmee eens. Ik ben op zoek naar de G-spot. Ik zal het niet weten. Moet je bij hem, waar je die daar houdt, of die andere? Oh, spot die G. Waar kan ik die vinden? Bij een meisje. De vrouwelijke G-spot zit in de vagina aan de voorkant van de scheden, 3 tot 5 centimeter naar binnen ongeveer. You know women? Yes. You know G-spot? Ja. Yeah. G-spot. G-spot. Je meisje heeft geen G-spot meer? Nee. Wat heb je daar dan mee gedaan? Afgevreten. Hij bestaat volgens jou niet? Nee. Volgens mij niet. Een fabeltje? Een fabeltje, ja. Hij is alleen nog niet aangetoond, maar er zijn natuurlijk wel meerdere dingen die nog steeds niet aangetoond zijn. Een soort monster van Loch Ness eigenlijk. Je heeft de G-spot gevonden? Ja. Wat heeft u er toen mee gedaan? Wat doe je ermee? Nee, maar heel vaak weten mannen dat toch ook niet? Of je het nou...
Dan roepen ze van, oh, ik heb de G-spot gevonden, maar ondertussen lopen ze een beetje te prikken in gevoelloos vlees. Ja, bijvoorbeeld. Daar is niet echt een regel voor van als je dit of dat voelt, dan heb je hem. Want als het zo makkelijk was... Waar vond je hem? In de kut. De G-spot zou volgens wetenschappers niet bestaan. Oh. Zo hoog ben ik niet opgeleid, sorry. Oh. Maar u heeft zo laag heeft u wel gezocht? Nee. Ik heb pas zelf een bericht gelezen over dat ze dachten dat de G-spot het andere einde, zeg maar, van de clitoris was. Die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ja. Dus... Die komt niet zomaar de hoek omzeilen, die begint ergens. Die plakken ze er niet zo op. Heb je hem ooit gevonden, de G-spot? Ja. Dat vond ze wel lekker. Ik weet, ben ervan overtuigd dat ik hem zelf ook heb. En ik ken andere vrouwen die daar ook van overtuigd zijn. Onder andere vrouwen die squirten, gebeurt 9 van de 10 keer alleen maar door stimulatie van de G-spotten. Jij hebt hem wel gevonden. Wauw. Het is echt een heel klein plekje, maar als je hem gevonden hebt, is het echt helemaal wauw. Oh, ja, yeah, the G-spot is over there. Ja. So you have to go straight on and then the G-spot is over there on the right. Okay, thank you very much. No problem. Grote commotie vanochtend om een tripje van staatssecretaris Bleker en zijn nieuwe vriendin. Het tweetal pakte gisteren het regeringsvliegtuig naar de landbouwbeurs in Berlijn. En dat is tegen de regels, daar partners officieel niet mogen meereizen met bewindslieden. En dus waren wij benieuwd naar de mening van zijn collega's. Vindt u dat nou romantisch dat hij haar daarmee naartoe neemt? Er is niks erotischer dan een ministeriële conferentie. U hebt geen idee wat daar gebeurt. Mij lijkt, als je eigenlijk romantiek wil, ga je niet naar landbouwbeurs. Krijgt u daar nou romantische ideeën bij? Ik zie meer landbouwkassen en tractoren. Ik kan me romantische plekjes voorstellen. Vindt u het niet gekund, niet gepast dat hij zijn vriendin meeneemt? Ik hou wel gewoon van sober zijn op dit punt. En je zit er voor je werk en dat moet je primair doen. Vindt u dat goed? Vindt u daar wat van? Alleen maar als iemand op eigen kosten reist. Waar nam u uw vrouw voor het eerst mee naartoe? Mijn vrouw is er niet mee geweest. Als ik werk, dan werk ik en daar hoeft hij niet meer mee. En als ik wat leuks mee wil doen, doe ik dat gewoon privé. Waar heeft u uw partner voor het eerst mee naartoe genomen? Dat ga ik u ook niet vertellen. Goedemorgen. Nee? Onromantisch, zeg. Naar het Paleis van de Hemelse Vrede in Beijing. Dat is een stuk romantischer. Ja, ik weet het niet, want ik ben nog nooit op de Grüne Woche in Berlijn geweest. Maar ik vond het Paleis van de Hemelse Vrede buitengewoon romantisch. Als u nou één plek mocht kiezen overal ter wereld waar u nu naartoe kon gaan met uw vrouw, wat zou dat zijn? Alles Maastricht, kan. Maastricht. Naar Sihanouk viel. Het nieuwe vakantieoord in Cambodja. Dan gaat het veel meer niet om de plaats, maar wat wij daar gaan doen. Hè? En dat hou ik voor mezelf. Oké, dat klinkt wel spannend. Spannend, hè? Ja. Kent u het verhaal van de zigeunerfamilie Nikolic die zou vertrekken uit hun riante Utrechtse villa? Wel nu, die gingen niet. Ze zijn namelijk bedreigd en niet zomaar bedreigd. Nee, hun nieuwe onderkomen in Maarsbergen is beklad. Een koekje van eigen deeg, zou je zeggen, maar daar denkt de familie zelf heel anders over. Hier, kijk, wat hier. We zitten er achter. Zigeuners weg, anders dood. Kijk dan, weg, dood. Nou, dat is toch niet normaal? Het gaat over jullie. Ja. Wat is er gebeurd? Gisteren waren we daar aan het verhuizen en opeens zie ik op de deur staan van dood, weg, weet ik wat er allemaal stond. Hoe voelt dat nou om geïntimideerd te worden, bedreigd te worden? Gewoon niet, ik kan het niet zeggen met woorden. Hoe voelt dat nou om een beetje een koekje van eigen deeg te krijgen? Hoe bedoelt u? Nou ja, de familie Nikolic wordt vaak ook in één adem genoemd met intimidatie en bedreiging en nou overkomt het u zelf. Ja. Dat is toch ook wat? Ja, maar dat is ook gelogen over school, intimidatie, of wat dat niet zo is. Hebben ze ook een verhaal over gezegd? Onze cameraploeg is een tijdje terug ook bedreigd door jullie aan dit adres. Afgekijken, want ik steek jullie zo allebei dood. Weg. Dat was niet zo, want jullie kwamen gewoon binnen rennend en op ons af. Terwijl we niet wisten wat er aan de hand was. We moeten uitstappen, want ik zou jullie allemaal hebben kanker oprotten. Jullie dachten dat wij een villa hadden gekregen, want dit is geen villa, dit is een kraakpand. Dat was een beetje een misverstand. Ja. Weg, opgekankerd hier allebei nu. Als de gemeente u nu dwingt om dit pand alsnog te verlaten en daarheen te gaan. Pak ik een caravan, ben ik hier voor de deur. Al krijg ik weet niet wat aangeboden, ik ga niet meer terug naar Maatwegen. Misschien wonen er een paar tokkies in de buurt, dat zou kunnen. Maar ja, dan voelt u zich misschien ook wel weer thuis. Nee, ik ga daar nooit meer heen, van mijn hele leven lang. Ik ga niet eens mijn spullen ophalen, ik laat mijn spullen worden opgehaald, zo iemand. Ja, en dan nog even een laatste bericht, want vanavond heeft de politie in deze zaak een man gearresteerd. Hij werd aangehouden vlakbij het huis van de familie en zou een wapen op zak hebben gehad. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.